Studenten in noodopvang, Garenmarkt wordt groen en poeptekort in Leiden. Met de komst van het nieuwe Odense Huis heeft Leiden voortaan een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Iedereen die deze aandoening heeft, of mensen die daar in hun sociale kring mee te maken hebben, kunnen elkaar hier ontmoeten. Vrijdag, Wereld Alzheimerdag, leek de organisatie een goede gelegenheid het Odense Huis feestelijk te openen. Niet weggestopt in een verzorgingstehuis, maar juist vlak naast de supermarkt, opent hier inloopcentrum Odense Huis in Leiden. En dat heeft een reden. We willen dementie op de kaart zetten. We willen laten zien aan de wereld, en aan Leiden in dit geval, dat dementie bestaat, dat er heel veel mensen aankomen met dementie en dat dat gewoon een plek heeft in de maatschappij. Vandaag de officiële opening van het Odense Huis. Niet alleen een plek waar dementerenden met elkaar lief en leed kunnen delen, maar ook mantelzorgers delen hier met elkaar ervaringen. Soms is het zwaar, want je denkt dat je een goede band hebt of zo, of met elkaar kan vinden. En dan is dat ineens weg op een dag. Hè? En de volgende dag is het er weer. Hè? Dus dat merk ik aan mezelf. Normaal zou je zeggen, nou dan laat ik het lopen of zo. Maar dat kun je hier niet doen, want het is een ziekte. Dat moest ik me bij mezelf, bij mijn zus ook altijd voor ogen houden. Het is een ziekte. Hè? Men is toch patiënt. Toch wordt ook vaak onderschat hoe heftig de ziekte is voor dementerenden zelf. Okay, ik zet u nu de bril op. Daarom zetten ze hier een virtual reality bril in. Om mensen te laten ervaren hoe het is om dementie te hebben. Nou, dan gaat u dat nu ervaren en dan zet ik uw koptelefoon op. Je bent die persoon en dat er dan 12 mensen naar je kijken omdat je jarig bent. En dat was gewoon bedreigend. Terwijl je dus niet wist dat je jarig bent. Het Odense Huis in Leiden is voor iedereen gratis toegankelijk en professionele hulpverleners zijn beschikbaar voor ondersteuning. De ophef over de nieuwe inrichting van de Zijlbrug in Leiderdorp is nog niet voorbij. Eerst ging de kritiek vooral over de fietsers die om moeten fietsen, maar nu springt de wijkvereniging in de bres voor de ouderen. Zij kunnen namelijk in de nieuwe situatie minder makkelijk de brug af. Het probleem is voor mensen die slechter been zijn dat zij hier vanaf het voetpad komen. En dan, sinds de werkzaamheden hier drempels aangebracht zijn met een verhoging. Dus zij kunnen hier niet verder. Ze zouden normaal het liefste via het flauwe talud lopen in de richting van het tunneltje in richting van Leiden-Dorp. Nu is door de gemeente een tijdelijk hek neergezet. Maar ook dat staat niet op basis van verkeersbesluiten. Is dus niet formeel afgesloten. Dat is het eerste probleem. Tweede, staan ze dan hier, dan zouden ze een trap af moeten, een trap die veel te steil is en een trap die voor die mensen, omdat de leuning te ver afstaat, te weinig steun geeft. Dus hier staan af en toe mensen die geen kant op kunnen. En voor die mensen heeft de wijkvereniging Merenwijk een beroep gedaan op een heuse VN-resolutie. Ja, dat lijkt heel erg overdreven, maar er is een VN-resolutie betreffende toegankelijkheid. Mensen gelijke behandeling als ze een probleem hebben. Een paar jaar geleden is daar in Nederland een wetgeving op gevolgd. Die betekent dat de openbare ruimte drempelloos moet zijn, zonder trottoirtjes. En aan de overkant is dat niet meer. Dus in die zin is er een overtreding van de VN-resolutie. Ik denk niet dat de VN er iets aan gaat doen. We hebben Nederlandse wetgeving en gemeenten die zijn gehouden zich te houden aan die Nederlandse wetgeving. En te zorgen dat zij de openbare ruimte toegankelijk maken. En dat is dus de gemeente die daar wat aan moet doen. Inmiddels zijn er, in ieder geval voor de fietsers, al maatregelen genomen. Medewerkers van het LUMC hebben vanmorgen iedereen laten weten dat ze er klaar mee zijn. Ze hebben letterlijk de vuile was buiten gehangen. Het is een eerste stap in de richting van hardere cao-acties. De vuile was is inmiddels weer in de wasmand verdwenen, maar de actiebereidheid van het personeel is er niet minder om geworden. Wij voeren actie omdat wij sinds januari geen cao hebben. En wat men ons heeft geboden is dermate armoedig en vernederend dat wij met deze nieuwe cao zeker geen nieuwe collega's gaan trekken. En daarmee ook niet meer in de knip zullen krijgen. Jullie willen dat het vak aantrekkelijk blijft voor de toekomstige generaties? Ja, het basissalaris van aankomend verpleegkundigen
is dermate laag dat je daar geen hypotheek voor krijgt. En wil je doorstuderen, dan ben je zo nog maar 3 jaar verder voordat je eigenlijk lekker aan de slag kan op bijvoorbeeld een intensive care. Dat is momenteel de hoogste salarisschaal. En dat maakt het niet aantrekkelijk. Het werk wel, het werk is echt leuk. Heel gek het ook klinkt, maar het salaris en de arbeidsomstandigheden zijn gewoon heel slecht. En dus zal dit, als het aan het personeel ligt, zeker niet de laatste actie zijn. Ze voelen zich aan hun lot overgelaten. Buitenlandse studenten die in Leiden aan woonruimte proberen te komen. Veel van hen lukt dat niet, omdat ze niet wisten dat de woningmarkt hier zo krap is. En omdat ze weinig hulp van de universiteit krijgen. De SP en de VVD in de Leidse gemeenteraad maken zich zorgen. Want er zijn ook al buitenlandse studenten die noodgedwongen weer terug naar hun eigen land moeten. Stefan Wiske uit Duitsland doet er nu een uur over om van Leiden naar zijn tijdelijke vakantiewoning in de duinen van Noordwijk te fietsen. Eind oktober moet hij weer wat anders gevonden hebben. Echt tevreden zijn hij en zijn huisgenoten daar natuurlijk niet over. I feel like the situation could be better suited for us, since we're not actually at vacation, we're right now at the seaside. But I don't study the sea, I rather study at the university. Daar komt bij dat ze ongeveer €600 huur moeten betalen en de slaapkamer moeten delen. Volgens Rood, de jongere afdeling van de SP in Leiden, is Stefan zeker niet de enige met dit probleem. Want ook op deze camping in Leiden bivakeren buitenlandse studenten. Ja, wij denken dat die nood best wel hoog is. We hebben een evenement hadden we georganiseerd. Waarin we eigenlijk het met de internationale studenten wilden hebben over die kamernood. En daar kwamen heel veel mensen op af. En op het evenement op Facebook stonden ook heel veel mensen op gaan en geïnteresseerd. Dus wij denken dat het wel echt een onderwerp is wat heel erg speelt. There are many students like me who just don't have any rooms here to stay at Leiden. So the situation is really hard and the Leiden University should do something regarding this issue as soon as possible. Een van de oorzaken van het tekort aan studentenwoningen is dat universiteiten het makkelijk maken voor buitenlandse studenten om hier te komen studeren. De vraag is nu of daar niet een maximum op moet komen te staan. The Netherlands will be losing a lot of international students and those international people if this continues. Nou ja, er komen meer internationale studenten. Dus in die zin denk ik, met meer studenten is de kamernood ook hoger. Maar dat komt ook vooral omdat de universiteit niet echt een maximum heeft van het aantal internationale studenten wat mag toestromen. Bovendien verdienen ze ook heel veel aan die internationale studenten. Veel meer dan de Nederlandse studenten. Het is prima als je veel studenten binnenlaat, maar neem dan ook de verantwoordelijkheid om dat op te vangen. Maar voorlopig is het nog niet zover. En dus moet Stefan nog even improviseren. De finalisten voor de starterswedstrijd LEF 2018 zijn bekend. Travel Hunter, Tensail en Factory 6 staan in de finale van de starterswedstrijd van de Leidse regio. Dinsdagavond was de halve finale van de starterswedstrijd LEF. In Plant in Leiden waren 6 startende ondernemers aanwezig om het publiek, maar vooral de jury te overtuigen dat zij de beste ondernemer van de Leidse regio zijn. Tom, waarom zijn jullie de beste? Wij zijn de beste omdat we zijn super jong, we zijn onwijs aan het ontwikkelen en we creëren een onwijs mooi product dat onderscheidend is van de rest. Is dat een beetje overgekomen op het podium? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij een hele goede inhoudelijke pitch hebben gedaan en de vragen ook goed hebben beantwoord. Dus ik heb vertrouwen in. Schatten jullie kans in? Ik denk vrij groot. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. En onder het publiek waren ook enkele deelnemers van de wedstrijd van vorig jaar. Ik weet hoe wij er vorig jaar bij zaten. Toen zaten we echt met zwetende, trillende handen. Dat LEF niet zomaar een starterswedstrijd is, bewijzen de verhalen van de oud-deelnemers. In het Leidse ondernemerscircuit zijn we echt helemaal opgenomen. Ja, heeft alleen maar positief resultaat opgeleverd. Vooral een groot netwerk, denk ik. Ja, netwerk, heel belangrijk. En ook de coaches mochten vertellen waarom dit de beste ondernemer is. De jongens die ik coach zijn ook heel dedicated. En het leuke is wel dat voorheen had ik bedrijven die soort in de soort van going concern fase zaten. Al gestart waren, een business hebben en markt uitbreiden. En nu zitten we echt in die beginfase. Dus marktontwikkeling, bedrijfsontwikkeling, strategieontwikkeling, octrooi aanvragen. Ja, allemaal nieuwe dingen en dat is wel heel tof. Ja. Leer jij ook nog dingen? Zo is dat. Nee, maar luister, op het moment dat je hier staat en je leert niks meer, dan moet je gaan kappen. Ik laat me graag inspireren juist door jonge starters. Ja. Succes zo. Dankjewel. Eerste finalist van LEF 2018, Tensail. Travel Hunter.
En de laatste finalist, ja, gaan er drie afvallen nu. De laatste finalist voor LEF 2018. We zijn heel benieuwd naar je audio. Erik, gefeliciteerd. Je pitch oefenen. En dan uiteindelijk de laatste drie keer dat je hem doet, gaat het helemaal fout thuis. En dan denk je, oh man, ik sta zo meteen daar. Maar toch door. Super vet. Dit zijn de kandidaten voor de finale van LEF 2018. Doordat het aanbod zo groot is, hebben de festivals te maken met veel concurrentie. En moeten ze in de programmering... Deze week is het de Nationale Sportweek. Reden voor een aantal sportscholen in onze regio, zoals Fit for Free en Easy Active, om hun leden uit te dagen om een challenge te doen. Wij doen mee vandaag met de Nationale Challenge Dag. Dat is in het kader van de Nationale Sportweek. En wij zijn van Fit for Free en ook alle andere clubs in Leiderdorp actief bezig hiermee vandaag. En we hebben een aantal goede tijden neergezet. Ja, en hoe ziet die challenge eruit? Wat moeten mensen doen? Het is roeien 1 minuut, het is opstappen en 1 minuut opdrukken. De challenge is voor jong en oud. Dat blijkt wel wanneer Jan, bijna 70, de challenge doorstaat. Ja, vond het wel lekker. Ik ben dit eigenlijk niet gewend, want ik ben altijd gewend om 10, 12 verhalingen en een minuut te opdrukken. Ja, dat is wel wat anders natuurlijk. Dus. Maar ik vond het wel leuk. Ja, absoluut. Heb ik net uw leeftijd gehoord. U ziet er nog fit uit voor iemand van die leeftijd. Ja, nou ja. Maar ik doe dit al vanaf 1980. Dus ja, als je dan bijna 70 bent, dan weet je wel een beetje hoe het werkt ook allemaal. Ja, dit is natuurlijk allemaal in het kader van de Nationale Sportweek. Wat hebben jullie nog meer gedaan? Wij hebben onder andere een seniorendag hebben gedaan. We hebben een spinning evenementje gehad en we hebben de dag van het park hebben gedaan. En waarom is zo'n week nou belangrijk? Vooral om mensen bewust te maken dat bewegen heel belangrijk is. 3, 2, 1. Het heeft even op zich laten wachten, maar de speeltuin in de Houtkamp kon woensdagmiddag dan toch officieel geopend worden door wethouder Jef Gardeniers. Het weer was lange tijd de spelbreker. Woensdagmiddag was het dan eindelijk zover. De opening van de nieuwe speeltuin in de Houtkamp. Volgens wethouder Jef Gardeniers is een goede speeltuin belangrijk. We dagen kinderen uit om met name lichamelijk bezig te zijn. Dus klimmen, glijden, draaien. Dat is heel belangrijk voor kinderen. En veel buiten zijn, niet alleen achter de laptop of achter de iPad of wat dan ook, maar ook gewoon spelen. Het is dan ook een speciale speeltuin, omdat er ook rekening is gehouden met kinderen met een fysieke beperking. Hier kunnen ook gehandicapte kinderen, dat is dan achter u, hier kunnen ook gehandicapte kinderen spelen. We hebben dit mogelijk gemaakt samen met Stichting Nadja. Dat de opening even op zich heeft laten wachten, daar was ook zo zijn reden voor. Voornamelijk het weer. Er ligt hier een enorme drainage onder, maar dat moet wel goed komen. En door de droogte was het allemaal veel te los. En daarna de regen was het ook weer niet helemaal goed. En het duurde dus allemaal wel wat langer. De opening werd in ieder geval druk bezocht. Het was nog nooit zo druk tijdens het koraalliederen oefenen in de Hooglandse Kerk. Met 1500 mensen is geoefend voor het zingen van het koraal op 3 oktober. Het doel van het oefen donderdag was om de liederen weer even goed in het hoofd te krijgen. Zowel de woorden als de muziek. Koor stond ook dit jaar weer onder leiding van Wim de Ru. Met medewerking van muziek- en showband Concordia en de harmoniekapel Werkmans Wilskracht. Met ondersteuning van die Schlüssel Stadter muzikanten. Woensdag 3 oktober om 8 uur 's ochtend is het dan zover. Dan wordt in het Van der Werfpark het koraal gezongen. Wist je dat de oudste liedjes al voor de 436e keer gezongen worden? De communicatie over het kappen van bomen moet beter. Daar was de Oegstgeester gemeenteraad het donderdagavond unaniem over eens. Wethouder Houri Sahin beloofde beterschap na een motie van Hart voor Oegstgeest. Wat er aan de hand is, is dat er in eerste instantie een plannetje is geweest om na het vervangen van de riolering alle bomen te kappen en daar prachtige nieuwe toekomstbestendige of klimaatbestendige bomen voor in de plaats te zetten. Dus van oude bomen die op zich er al of niet florissant bij stonden, maar waar de burgers gewoon tevreden mee waren, moeten worden vervangen door bomen die over 20 jaar misschien net zo mooi zijn.
Ik heb alle overtuiging dat het veel beter zal gaan. Het kappen van bomen is iets wat wij absoluut met z'n allen niet willen. Maar soms zijn er omstandigheden waarbij dat gewoon echt nodig is. Hè? Bijvoorbeeld in dit geval rioleringswerkzaamheden die echt moeten plaatsvinden. En wij zijn een heel zorgvuldig proces nu aan het doorlopen. Er zijn buurtbewoners die ook heel veel kennis hebben over bomen en die met ons meepraten. De Bomenbond, het Adviescommissie Groen en Milieu. En wij toetsen nu heel goed volgens het nieuwe bomenbeleid wat wel en niet mogelijk is. Waar het om gaat is dat er in feite gezegd wordt, wij gaan de mensen in de bloemenbuurt nog een keertje uitleggen waarom die bomen vervangen moeten worden. En ze mogen meedenken, kiezen tussen een paar soorten bomen die ervoor in de plaats komen. Dat gaat om de bloemenbuurt. Alleen de motie gaat over de bloemenbuurt en over de Oranjewijk. In de bloemenbuurt hebben we het misschien over 70, 80 bomen waarvan er dan 17 kunnen blijven staan. Een prachtig resultaat. Maar in de Oranjewijk gaat het over meer dan 300 bomen die dus gewoon weggaan. En waar geen avond georganiseerd is, waar überhaupt niet over gecommuniceerd is, waar stilzwijgend aangenomen wordt van als wij nou niks zeggen, dan zijn die bomen straks weg en heeft er niemand geprotesteerd. Maar is dat bomenbeleid dan alles afzagen, riolering doen en dan nieuwe boompjes neerzetten? Nee, absoluut niet. Als je rioleringswerkzaamheden doet, dan gebeurt het dat je de wortel van een boom soms zodanig beschadigt dat het onveilig is en dat de levensverwachting van een boom sterk achteruit gaat. En in die gevallen worden dan soms bomen gekapt, maar daar worden altijd andere bomen weer terug voor geplant. En wij kijken ook heel goed naar van wat voor type categorie bomen kunnen we weer terugplaatsen. En dat hele proces doen wij ook samen met de Bomenbond en met de buurtbewoners. 8 oktober hebben we ook een informatieavond waarin we dat gaan vertellen aan mensen. De Garenmarkt in Leiden wordt een stuk groener. Donderdagavond werd in de Raad het plan gepresenteerd voor de herinrichting van het plein zodra de parkeergarage klaar is. Donderdagavond is in het Leidse gemeentehuis het plan voor de Garenmarkt gepresenteerd. Het plan bestaat uit erg veel groen. Een groene garenmarkt hebben we het genoemd. We proberen mooi groen te maken, mooi groen middenterrein. Een beetje volgend op de vormgeving ook van het Van der Werfpark. En eigenlijk een aantal groene randen, de bomen die behouden blijven, maar ook bomen die terugkomen bij het Levendaal. En wat wordt de functie van het plein, als ik het zo mag noemen? Ja, een verblijfsplein hopen we. Een mooi plein waar de mensen die uit de parkeergarage komen de stad op een mooie manier kunnen zien. Maar ook waar de bewoners op een goede manier kunnen verblijven. Van der Werfpark is natuurlijk een heel druk park, weinig groen in Leiden. Dus met deze toevoeging van groen denken we dat er echt wel gebruik van gemaakt zal worden. En wat wordt volgens u een van de oogappeltjes? De oogappeltjes, dat hebben we eigenlijk niet laten zien in de presentatie. Dus dat vind ik wel leuk om hier te zeggen. We gaan ook nog een heel mooi lichtplan maken. Dus om die mooie vormen die we in het middengebied hebben, komen mooie verlichte randen. En ik denk dat dat heel erg wel mooi zal zijn s'avonds. En het andere wat ik nog niet heb laten zien, wat we ook niet weten, is dat er ook nog een kunstwerk op het plein komt. Dus ik denk dat die twee dingen het echt helemaal afmaken. Ook het verkeer rondom de Garenmarkt wordt aangepakt in het plan. Dat zou een eenrichtingscircuit moeten worden. Ja, eigenlijk wordt er een eenrichtingscircuit rondom het Garenmarkt gedaan. En ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg druk. Het is voornamelijk bestemmingsverkeer van de panden eromheen en wat doorgaand verkeer naar de Pieterswijk. We hopen dat we dat eigenlijk volgend jaar af moeten kunnen krijgen. De Leidse Poepbank zoekt nieuwe donoren. De eerste en enige poepbank in Europa heeft een ernstig tekort aan poep. De poeptransplantatie is volgens de Poepbank in het LUMC in Leiden een erg succesvol middel om een darminfectie te bestrijden. Artsen hebben tot nu toe 100 mensen met die infectie behandeld en tot hun eigen verbazing bleek 89% te genezen met behulp van donorpoep. Er is alleen één probleem, er zijn veel te weinig poepdonoren. Dit is het laboratorium van de eerste en enige poepbank van Europa. Artsen van het LUMC verdunnen er donorpoep die dan via een slangetje in de neus naar de darmen van de patiënt met de infectie gebracht wordt. Soms blijft het maar terugkomen en helpt antibiotica niet meer en dan geef je een poeptransplantatie. Maar er zijn nu maar 5 mensen die de hoge kwaliteit poep aanleveren die de poepbank graag wil. En dat is te weinig. Wij zijn op zoek naar gezonde mensen die met een leeftijd tussen de 18 en 60 jaar, die niet te zwaar zijn en die geen medicijnen gebruiken en die in de buurt van Leiden wonen of werken. Als het echt helpt,
en er eventueel tegenover staat. Dat is op zich wel zo gunstig. Ik denk dat ik een behoorlijke bijdrage kan leveren, dat sowieso. Zou je er wat voor voelen? Maar ja, hoe gaat dat in zijn werk? Dit is de poepopvanger. Die zet je in de wc. Dan kan je de ontlasting erin kwijt. En dan draai je de schroef erop. Wat vinden wij daarvan? Ja, als het echt nodig is, zou ik best een keer mijn poep willen doneren. Ja, daar zou ik geen problemen mee hebben. Ja. Ik weet niet of ik door de selectie heen kom. Over het algemeen gaat het me wel goed af. Maar dit is wel een heel bijzondere selectie. Waarom niet? Ja, het ruikt niet altijd even lekker, maar daar komen ze zelf wel achter. Stank of geen stank, de poepbank is op dit moment blij met iedere extra aanmelding voor donorpoep. Tot zover het Unity TV Nieuwsweekoverzicht. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de Leidse regio via de app, website en social media. Nog een heel fijn weekend.